Ja, naast me staat Sophie. Sophie, jij bent een initiatiefnemer van de buurt Bloementuin hier in Mariaberg. Ja, dat klopt. Dit was eigenlijk begin van het jaar was het nog een grasveldje. En nu hebben we hier bloemen staan. Ja. Jullie hebben het project via de burgerbegroting ingediend. Hoe is dat gegaan? Ik had al heel lang het idee om hier een bloementuin te maken. En vorig jaar zag ik dat je dat kon indienen via de burgerbegroting. Dus toen dacht ik van nou, kijken of het lukt. Ja. Heb je ook buurtbewoners ook zover kunnen krijgen om hier aan mee te doen? Dus we hebben eigenlijk een beetje samen met de mensen die ik ken uit de buurt hebben we het gedaan. Maar wat vooral de buurtbewoners zijn vooral betrokken door mensen vragen daar heel vaak naar. Of mensen, heel vaak als ik hier langs loop, want ik woon hier ook in de buurt, dus ik loop hier heel vaak langs, dan zie ik dat mensen staan te kijken en krijg ook veel complimenten vanuit de buurt. Ja. Hoe belangrijk vind jij de burgerbegroting in Maastricht en dat ook die projecten mogelijk zijn? Ja, ik vind het super belangrijk dat mensen eigenlijk. Het is leuk als je in eigenlijk de openbare ruimte, dus in het grasveldje wat van iedereen is, iets kan doen wat iemand uit de buurt zelf bedacht heeft. Dat is gewoon super leuk en dat is gewoon best wel bijzonder dat de gemeente dat ondersteunt, denk ik. Ja. De aanvraag, is dat makkelijk gegaan voor jullie? Het was eigenlijk best wel makkelijk. Dus het is niet een heel groot projectvoorstel of zo wat je moet schrijven. Je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat het iets is wat echt kan. Dus misschien als ik had gevraagd om hier een zwembad te maken, dat het dan niet was gelukt. Ja, wil je de mensen of de kijkers van ons aanmoedigen om, als ze een project hebben, om een project aan te vragen binnen burgerbegroting? Ik zou zeker iedereen aanmoedigen. Vanuit mezelf ook vooral als je iets met bloemen of planten wil doen. Omdat ik denk, dan moet je steekt daar even wat moeite in. Maar je hebt daar zoveel plezier van. En de buurt heeft er superveel plezier van. Dus ik zie altijd de buurtbewoners, mensen genieten daarvan. Er zitten superveel bijen en vlinders ook nu in de tuin. Dus dat is ook gewoon superleuk. Dus ik zou echt iedereen aanraden van, doe het gewoon. En als je tips wilt hebben over hoe het aan te pakken, dan kun je me ook altijd een mailtje sturen. Want wij hebben er nu wel van geleerd. Dus beste kiekers, wilt Geer een project indienen bij de burgerbegroting? Doe het zeker. Is er een bloementuin of is er een speeltoestel bij u in de buurt of geen aanlas? Doe het. Want de inschrijving is gestart. En je ziet wat er gewoon gebeurt. Een schone bloementuin. Dat kan ook in uw week. Wat is Loos Maastricht? Wat is Loos met de burgerbegroting 2024? Oh, ik weet wat Loos is in Maastricht.